Hij staat nog in zijn P. De P is... Je hebt toch geen rijbewijs? Man, ik heb toch een schakel. 2, 1. Welkom iedereen bij deze gloednieuwe vlog van Gio. Je moet gelijk abonneren, anders dan gaat het niet goed. Welkom in deze nieuwe vlog. Yo! Oh mijn god, jongens, meiden. Jongens, meiden, goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is eigenlijk geen morgen, want wij hebben net in de zon. We zijn helemaal nog bezig, man. We hebben hier net wat dingetjes op moeten nemen voor iets super vets wat er binnenkort aankomt. Dus daarom zijn we nu met heel veel mensen hier. Don is hier. Nessim is hier. Echt zo? Is dit eens mijn auto? Ja, hij zond dezelfde kleur bij de. Dit is wel mooier, weet je. Ja, toch? Welke beledigende grap wil je over mij maken? Mag ik de grap maken die ik net ook wilde? Ja. Oké, er stonden dus net kinderen en ze zeiden ik kom met een teringdikke guy op de voor. Oké, ik ga niet nog in. Jij klopt mij, hè? Welkom bij een nieuwe vlog. Zo. Heb je er zin in? En dan ga je zeg maar de beelden van net, die ga je later pas erin. Ja. We maakten trouwens al net een grap over deze auto, maar dit is dus blijkbaar gewoon één dikke SVR, jongens. Kijk eens even. Was het maar mijn auto? Oh, ik gooide net mijn water op de grond. Hey, dit is je debuut op mijn kanaal. Ja? Je moet hem wel even goed binnenkomen. Ja, wat moet ik doen? Ja, we zien het zelf maar, man. Nou, jongens, dit was Mees. Zo interessant is Mees. Kijk eens, jongens, hoe dik dit eruit ziet. Mijn auto, Don's auto, Hanwee's auto, QC's auto. Lijp? Zo, pas net. Ja, ik moet even mijn achterrug doen, man. Broer. Wow, het zit wel lekker, man. Hey, jullie kunnen beter niet achter elkaar gaan zitten. Ik denk dat het niet zo slim is, jongens. Alles gewicht aan één kant. Ja. Ben je echt zo? Oké, doe je voet op de rem. Kan je daarbij? Nee, je moet even mijn stoel achter. Juist, en dan startknop. Maar hoe doe je naar achter? Je moet eerst startknop. Stop. Hey, en niet zomaar afremmen, want anders vliegt het. Niet met links remmen. Nee, man. Alles hier recht. Met links remmen is echt het domste idee. Ik ben best wel bang dat ik hier zo in het midden zit. Hey, joh. Ja, man. Jongens, ik zit best wel comfortabel vandaag. Kom maar niet uit. Ging omhoog. Ging omhoog, ja. Dat... Hey, hij staat nog in zijn P. P is... Ja, jongens. Rem ingedrukt. Ja? Je hebt toch geen rijbewijs? Man, ik heb toch een schakel. Rem ingedrukt en nu... Even omschakelen. Ingedrukt. Oh, hoppa. Nee, oké, nu kan je gassen. Als je nu gas geeft, gaat hij vooruit. Recht. Hij is bang voor zijn eigen auto. Oh mijn god. Oh shit. Hey, deze auto kan... Hij kan niet op water, hè? Gaan we niet op water? Ja. Oh shit, QC gaat een rondje rijden in de race van Gio. Wat ga je doen dan, Q? Oh, ik heb nog nooit... Wow. Dat is wel gek, man. Ik ben blij dat we het hier op de parkeerplaats doen, want anders gaat het helemaal fout. Ja, maar staat hij ook in zijn sportstand, Q, of niet? Ja. Oh, dus dat is sportstand. Zoveel verschil merk je ook weer niet daarmee, hoor. Oh! Dit is wel leuk, bro. Maar zo'n auto, ik zeg eerder, past wel bij me, man. Wat wil je nou, een Tesla? Je bedoelt groot past bij groot? Ik moet gewoon meer Sims-video's gaan maken. maar wat vind je van mijn nieuwe auto, man? Hé, hey, hoeveel gram moet je hebben? Familiebakken, hele gezinnetje mee. Wat een vieze auto. Weer van Hey, hou je mondje op, vieze Chinees. Kijk hoe Jeremy glimt van nu. Kijk hoe blauw glimt. Oh, dit blauw glimt als een malle, hè? Ja? Wat de heck? Je kan ook gewoon je haar hier doen. Ja, klopt. Hij gaat recht op zijn afrijden. Recht op. Ja, wat een titel geweest, hè? Ja. 4 miljoen vliegen meegenomen. Ja. Waarom dat ze mee mogen rijden? Je hebt een hele kolonie afgeschoten. Oh, ja, ik weet niet. Check dit. Jij rijdt gewoon alleen maar door bos weg. Ja. Kijk hem even dan. Ja, wat je steeds zegt, het klopt wel. Het past wel bij je, man. Ja, hè? Ja. Het ziet niet uit als een drugsdealer of zo. Nou ja, kijk, dat wel, maar... Hey, oké, okay, drag race. RS3 tegen Tesla. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Oké. Zo, Hanwee schudt er even vandoor. Oh! Dat is wel dik hoor. Dat geluid. Oh. Oei.
Hoi! Hoe voelt dat nou? Dat voelt net alsof ik Mexicaans heb gegeten. Ja? Nog een keer! Nog een keer! De SVR gaat langs. Zo! Dat is nog een infreetje. Ja! Hai, ja, gooi maar! Ja, mensen bij me in de straat zeiken altijd over dat piepen, maar ik zeg gewoon niet piepen. Oh, oh. Ruikt gelijk lekker naar rubber. Ja, zo, deze velg zo. Ja. Oh, zo, thanks, pap. Is zo pijnlijk. Ja, mijn pa die had mijn auto een weekendje mee. Jezus, maar die snapt snoepjes niet. Oh. Een beetje. Hier ook, hè? Zo helemaal gewoon. Kijk de achterkant nog. Zo. Wow. Kijk deze hele streep hier over de auto. En voor de rechter slepen. Ja, nee, dus net een nieuwe besteld. Zo, jongens, ik heb net even meest lekker vergast hier in de auto. Was lekker. Oh, dit ziek erg. Oh, ja. We hebben net dus in ieder geval opnames gehad voor wat ik net al zei. Voor iets wat dus binnenkort online komt van Borderlands 3. Was super leuk. Jij deed alleen niet mee. Nee. Jij was er gewoon bij voor de fun. Voor de fun, ja. Ja. Connecties leggen. Ja, ja, precies. Maar ja, kijk even een enge pull op. We gaan nu in ieder geval iets superleuks doen weer. Hey, jongens, besef onze chicks. Nee, nee, nee. Oh, wow, worden weggestuurd. Hey, allemaal voor jou, man. Allemaal voor jou. Dit is wat er gebeurt als je uit eten gaat met YouTubers. Iedereen pakt zijn camera. Nice, jongens. Leuk. Ik moet de camera aanpakken, want ik ga je lekker genieten van mijn pastaatje. Kijk dan, al die camera's, jongens. Dit kan echt niet, man. Gaan ze allemaal tegelijk nu aan? Ja? Gaan ze allemaal aan? Hoi, jongens, al die camera's. Oh, zo, je hoorde hem net niet. Dat was een vlekje, hoor. Oh, zomaar die voet. Hij is nat, hè? Hij is echt nat. Nee? Hij is echt nat. Kut, Bos. Nee. Hey, ik heb een natte scheet gelaten, man. Ik zweer het je. Nee, jongens, even serieus. Wacht even. Hij is in de auto. Hij is naar binnen gekomen. Zo, jee. Oh, jee. Jongens, misschien moet ik... Oh, doe eens normaal, joh. Hey, asociale motherfucker! Zo, dat moet ik even blikken. Ja, kom dan! Jullie schokken allebei. Jullie schokken allebei, dat was het mooie. Ik kom ook gewoon zo niet dreigend over als ik ruzie maak of wat dan ook. Ja, eerlijk? Ik daarentegen wel. Oh, wacht, kom nog scheetje. Nee, oh, gozer, je stinkt zo. Sorry. Nou jongens, dan gaan we de parkeergarage uit. We hebben heerlijk gegeten net bij Happy Italy. Oh, dit. Ja, dat is wel een light village, hè? Zo, we hebben een heel stuk gereden. En ik ben dus voor het eerst in mijn leven, volgens mij. Echt voor het eerst in mijn leven. Kijk, dit bedoel ik, jongens. In een trampolinepark. Ja, oh. Uitstoken, dat kan ik ook. Ja, doe dan. Doe even voor dan. Kan je een backflip? Ja, ik kan het gewoon. Echt waar? Holy shit, Neil! Ja, jij ook, sowieso niet. Het ziet er gewoon heel leuk uit om een of andere. Neil! Nou, ja, wat? Nu jij op een keer. Kom maar, kom maar. Ja, doe, kom maar. Ik heb een mooi bedje gedaan. Moet ik je even ondersteunen? Nee, dat lukt hem wel. Nee, first try. Wedden? Hey, mag ik beginnen met het grondvlucht of zo? Nee, even achteruit, kom op. Het is de mentale. Hé, hey, de camera staat aan, Gio. De camera staat aan. Nee, dat maakt niet uit, want als hij zijn nek breekt, heeft hij fucking goede video. Oké, ik heb wel een doel voor Gio hier. Hij gaat hier weg met een backflip, ja? Ik moet de backflip. In de pocket. Hé, maar jongens, even. Ik heb echt het gevoel dat mijn nek breekt. Nee, maar jongens, ik heb. Hier kan je je nek inbreken. Hier, kom eens. Dan moet je er weer uit. Gewoon even naar inplos, zeg maar. Kijk, komt goed. Nou, ik zie geen toekomst. Armen gaan naar achter ja. En je knieën gaan naar je schouder. Okay. Ja, maar je moet wel even uitkijken, want hij heeft net gekakt. Dus je moet even rustig aan doen. Knieën naar mijn nek, hè? Ja, naar je schouder. Wat is dat voor hout tegen je moeder? 3, 2, 1. Ja, maar Gino, je gaf halverwege al op. Je deed al halverwege. Je zet hem niet helemaal. 2. En 0. Wat? Gio! Gio geeft vol. Heel hoog? Hij is niet hoog, hij gaat. Het enige wat je gewoon hoeft te doen is eigenlijk je benen naar je toe trekken. Als je dat doet, dan maak je zo, het ziet er zo makkelijk uit. 1, 2,
Sven. Ik draait. Oké, okay, jongens, ik moet dit gaan kunnen vandaag. Ik ga je ook doen, high five. Ik kan hier niet weg. Oh, fuck. Ik kan hier niet weg zonder backflip. Zou ik het even voordoen? Ik bedoel, als jij het kan, moet ik het ook kunnen. Al omdat ik weer dik ben, hè? Nee. Nee, joh. Nee, joh. Hij gooit zich gewoon. Oh, waarom kan ik dit niet? Oké, ik kan niet tegen. Ik ga het gewoon nu. Nu moet het lukken. 3, 2, 1, 0. Oké, we moeten natuurlijk deze ook uitproberen. Kan niet anders. Let's go. Ik kan hier dus afspringen. Kijk, zie je dat gat daar? Zo. Dat was Mace. Dat was... Mace is er niet meer. Oké, okay, fuck it. Zo. Hé, hey, dat was echt een knappe, man. Kan ik zeg maar springen met mijn camera hier? Is dat slim? Ja, hoor. Nee. Maar ja. Weet je, we doen het voor de views. Oh. Dit ging echt zo fout. Oh mijn god. Hoor je camera even ergens in de lucht en dan afkomen. Wow. Dit gaat fout. Ja, echt zo. Ja. Oh. Oh mijn god. Oh mijn god. Niet je benen klemmen. Oh wacht. Oké, 3, 2, 1. Zo, ik trok aan je haar. Zo, ik trok ze hier al je haar mee. Oké, Boas gaat even wat laten zien wat hij hier kan. Ja, alleen deze schommel moet even weg. Jeremy? Is die... Oké, okay, wat? Ik zou echt niet weten wat je hiermee kan doen. Laat zien. Er gewoon overheen lopen? Ja. Is heel kut. Ja. Niet zo dus? Nee. Houd je ze een beetje stil. Ja. Heen lopen. Ja. Maar ik heb een keer de wedstrijd gedaan zo snel mogelijk en toen ben ik hiermee opgekomen. Moet ik het proberen straks? Ja. Ah! Hoi, joh! Ja, ik val je stil maar... van me! Oké, okay, hoe ga ik dit doen? Wow. Ja, het begin ging goed. Oh, ik was er bijna. Hey jongens, voor de duidelijkheid, dit was mijn eerste keer. Dus ik probeer iets. Ai, dat ziet er best simpel uit. Hier, dat moet wel lukken. Hey! Het lukt er gewoon in één keer. Volgende, volgens Boas is dit heel makkelijk. Jeremy deed hem net, ging niet zo goed. Wat? Ik heb er niet op, hè? 3, 2, 1. Gast! Ja, 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 ja. Wat? Nee, dit vind ik. Ga ik hem even voordoen? Doe jij het even. Gast, ik dacht dat iedereen dit kon. Ja, haalt hem bijna. Ik heb echt een mopje te springen. Doe maar. Ik breek je. Oké, wacht, kijk of je kan vangen. Wat? Kijk of je kan vangen. Vang je op me, hè? Oké, 3, 2. Oh shit! Oké, wacht, blijf liggen. Nee. Hoi, joh. Gooi de bal van daar naar daar. Oh. Oh. Bijna. Oké, nu gaat hij misschien goed. Oké, 3, 2, 1. Ja. Oh! Beurt voor Mees. Je gelooft me vast niet, maar mij lukte het. Net staat alleen niet op camera. Hoe kan het ook? Oh! 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 Oké, Boas lijpse trucje. 3, 2, 1, op. Zo! Nu jij. En ik kan er niet eens één, hè? Nou, even oefenen! Oké. Okay. Staand, zonder trampo. Gaat die film omdat ik niet meer doen. Ik heb even geoefend. Ik ga nu mijn voortgang laten zien. Het stelt niks voor. Leuk dat je er al bij bent. Ja, ik zeg het wel vast voordat mensen het in de comments zeggen. Dus. Ja? Even inkomen. Ja, die is goed. Nu kan je hem in één keer. Nu spring je ook hoog. Oh! Ja! Oh! Maar hij deed het wel even. Hou, je kan hem. Kom, nog een keer. Ik help je eroverheen. Dit gaat goed. Oh. Hij deed het gewoon voor de bullshit, hè. Oh, ik kom wel overheen. Hij moet gewoon lukken. Je zou niet weggaan totdat hij gelukt is. Je moet wel springen. Koude Gio. Eén keer. Gast, het ging net zo goed. Eén keer. Oh, ja. Hey, hey, hey. Oh jee.
Ging niet helemaal als gepland, maar we hebben wel vooruitgang. Ik kan hem. Een soort van. Het was een soort van side backflip-achtig iets. En jullie lachen me echt uit, hè? Ik ben trots op mezelf. Ik ben echt ziek dat je me uiteindelijk wel hebt gedaan. Ja? Ja, gedaan. Oké. Half gedaan. Je kwam over je hoofd. Ja, daarom. Oké, Boris gaat nog één keer een driftje gooien. Oh jee. Oh jee. Oh! Oh! Ja, dat is wat ik... Ja. Oh jee, oh jee, oh jee, oh jee. Zo, die piepende banden, jongen. Oh, shit. Ja! Woe! Holy shit. Oké, we gaan gewoon rustig naar beneden, jongens. Oh, rustig, dadelijk. Geef aan de plank. Dadelijk crashen we die auto nog. We hebben wel weer views. Ja, dat wel. Oh shit, fuck. Hé, ik ken de route hier niet, jongens. Oh! Zeg eerlijk dat dit jouw idee was. Nou, we zijn, waar zijn we? Ik zei... We zijn langs de Mac gereden. Jij zegt, oh, Mackie. Oké, we wilden het beide. We moeten dit gewoon even doen. Het is op dit moment 11:30 s'avonds. We hebben net heel erg veel trampoline gesprongen. Dus we zijn allebei back af. We hebben droge melassen hier tot ook. We hebben wel veel dingen geleerd. Ik kom bijna de backflip en jij komt bijna de dubbele backflip. Ja. Dus we moeten ons nu even goed gaan voeden met die Mackie. Want dat hebben we verdiend na deze lange dag vandaag. Oh. Toch? Ja, bro. Ja, man. We gaan het doen. Goeie shit. Het is alleen... Super druk! Niet doen. Oh, die mensen gaan meedoen. Oh, lijf. Ziek. Doei, jongen. Doei, jongen. Doei, doei. Jongens, even voor de duidelijkheid. Volgens mij is de stroomstoring in de straat van Mees, want het is echt bizar donker hier. Nou, wel thuis? Ja, jij. Vond je Mackie lekker? Het is mijn pinpas. Ja, Mees moest ook weer betalen, omdat ik nog steeds... geen pinpasjes heb. Dus liefde naar mensen, jongens. Ja, zwaar leven. Maar ja, zo is het nou eenmaal de laatste dagen bij mij. Oh jongens, het is 10:50 en ik ben eindelijk thuis. Wat heerlijk. Het is wel super raar, want ik heb dus deze avond ook een mail gekregen dat mijn portemonnee waarschijnlijk gevonden is. Het is dus een e-mail van iemand vanuit Frankrijk die mijn portemonnee in een restaurant gevonden heeft... En via mijn gegevens dus mijn e-mail heeft gevonden. Vraag me niet hoe. In principe is het heel makkelijk natuurlijk gewoon mijn naam googelen wat in de portemonnee staat. En daar gewoon een e-mailadres bij zoeken. Dat is super makkelijk. Ze hebben dus nu geen foto's erbij gestuurd. Dat heb ik dus nu opgevraagd. Dus ik hoop dat deze mensen misschien mijn portemonnee hebben. En dat ik hem toch nog terugkrijg. Het enige is dus alleen... Ik heb al mijn pasjes al geblokkeerd. En alles heb ik al opnieuw aangevraagd. En ik heb letterlijk net één van mijn... nieuwe betaalpassen binnen. Dus dat is wel goed nieuws. Oh, eindelijk. Zoals ik al vertelde, weer moest Mees mijn eten betalen. Bijvoorbeeld van de McDonald's. En het voelt gewoon heel rot om andere mensen je eten te laten betalen. Ook moest Boas mijn tank volgooien van mijn auto. Omdat ik zelf ook gewoon niet genoeg cash heb ja, op zak om dat allemaal zelf te doen. Dus het is echt zo lastig de laatste dagen voor mij nu. Maar ja... Dat hoort erbij. Nee, poes. Niet de bank slopen. Ik ben dus ook ooit één keer eerder mijn portemonnee kwijtgeraakt. Toen heb ik ook alles opnieuw moeten aanvragen. En toen heb ik ook dus, precies 2 weken daarna, een mail gekregen van iemand die ook mijn portemonnee had gevonden in de bioscoop. Toen had ik nog zo'n secret, die is toen uit mijn zak gegleden. Met alle pasjes er nog in. En die werd letterlijk 2 weken later teruggevonden. Dus misschien is dit nu precies hetzelfde, dat ik ook gewoon weer het ongeluk heb dat die toch alsnog ergens in een hoekje of wat dan ook is blijven liggen. Ik heb geen idee hoe deze persoon het gevonden heeft. Hij heeft het alleen een mail gestuurd vanuit Frankrijk, dus met een Frans e-mailadres. Van, hé, ik heb je portemonnee gevonden. Dan in het... Engels natuurlijk. Zouden we in contact kunnen komen, dan kunnen we misschien aan je teruggeven. Nu is het alleen eens afwachten of het ook echt waar is of niet. Ik moet vanavond dus weer alleen gaan slapen, omdat Isha weg is. En het voelt heel raar om ineens alleen in mijn eigen huis te zijn. Omdat ik de laatste tijd zo vaak met haar geweest ben natuurlijk. Maar ja, zij is op dit moment in Zweden. Ze heeft daar een fotoshoot voor de modellenwerk dus. Super leuk voor haar. Alleen ja, ik zelf voel me nu een beetje eenzaam omdat ik... in mijn eentje in bed moet liggen. Het lijkt trouwens net alsof er iemand in bed ligt. Het ziet er echt heel eng uit. Word ik in de maling genomen, jongens? Oké. Het was een kussen. Zo, stel je voor. Ligt er ineens iemand hier in mijn bed? Dan zou ik echt... Ik zweer... Ik hoor enge geluiden, jongens. Oh mijn god, ik word nog bang straks. Ik zou echt wegsprinten als ik ineens iemand in mijn bed zou zien liggen. Katten! Jullie zijn dat! Ja, tuurlijk. Je hebt weer een doos gevonden. Ik ga lekker naar mijn bedje toe. Ik heb een hele leuke dag gehad. Het was wel een super drukke dag, maar dat gebeurt er nou eenmaal. Als je met
8 of weet ik veel, met 5 YouTubers met z'n allen bij elkaar bent, dan wordt het gewoon echt een drukke boel. Dat kan je altijd verwachten van dat soort vlogs, maar ik vind dat in ieder geval altijd echt de leukste dagen die er zijn. Jongens en meiden, ik hoop jullie ook in ieder geval. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik sta hier lekker in mijn onderbroek in de woonkamer. Nogmaals bedankt voor het kijken. Ik probeer elke dag mijn vlogs online te gooien om 4:30 trouwens voor de duidelijkheid. Dat is echt iets waar ik naar streef. Als het niet lukt, dan is die waarschijnlijk altijd of een uurtje later. Dat is dan 5:30 dus. Maar ik kreeg die vraag namelijk een paar keer in mijn DM. Dus bedankt voor het kijken. Ik zeg later en tot morgen.